Goeiedag allemaal. We zijn er even weer een weekendje uit. Hallo. Ja, neem je er ook mee hoor. Ja, ik ben ook even weg. Neem je er ook even mee weg. Ja, nou, vanwege omstandigheden zijn we even, nou, 3 weken, 4 weken niet weg geweest. Ja, een paar weken niet weg geweest, droeve omstandigheden. Maar we zeiden, we moeten er maar even weer op uit. Nou, dus we zijn even, dak op vlakbij. Maar het is mooi weer. En je zag niet zoveel gefilmd hier. We zijn even naar de Sukkerie geweest. Sukkerie en dan Wout op een fiets. Ja, dat was wel even mooi. Dat was vandaag een soort opening. Er staan 3 oude huisjes. Nou, en een soort fabriekje. Maar allemaal uit oudheden. Nou, hoe ze vroeger koffie maakten. En dan die huisjes, hoe ze vroeger woonden. Nou, dat is wel de moeite waard om daar eens even heen, als je in de buurt bent. Daarom zijn we vandaag ook naar Dalm gegaan. We zijn gaan mooi even op een fiets naar Damwoude. Was even ver van huis af, als van Dalm af. Maar ja, nou zijn we er even op uit. Je bent even een dagje weg. Ja, en het is schitterend weer. Nou, ja, voor de rest weinig nieuws. Ik zal jullie nog een klein stukje van Dalm laten zien. En volgende week gaan we ook niet weg, hebben familiefeest. Nou, week daarna zien we wel, maar met 4 weken, dan is de vakantie van 5 weken. Nou, ik denk Zweden. We moeten het allemaal even zien. Hangt ook van Poetin af. Want Poetin, als je maar niet deze kant op begint te gooien, dan gaan wij op naar Zweden. Dus, maar jullie zullen het wel zien. Ahoy. Camperplaats Dokkum. Een heel mooi plekje. Aan de vaart. Voor de molen. Het mooie rustige Dokkum. Goeiedag, net mooie dagen. Hier bij de molen. En daarachter ons camperplekje. Ik zal het jullie even vanaf de molen laten zien. Hier is een trapje op. En zo loop je als je rechtdoor gaat de binnenstad in. En hier weer over een bruggetje. Daar het draaipunt van Elfsteden. Even in de zon op filmen. En daar de camperplek. En hier de molen.
is hier schitterend aan het water, jongens. Mooi weer paddelen. Ja, dat is ook mooi. Als je ervan houdt. Plekjes voor de campers. Nou, waren er 30 geweest, was het ook vol geweest vandaag. Zoveel zijn geweest die geen plek hadden. Jammer, ja, er is ook echt geen meer plek daar. Oh, mooi van bovenaf. Even het camperplekje zien. En daarop maar de volgende molen. Ik ga weer over het bruggetje naar Imi. Het is maar een stukje lopen naar het centrum. Het is nu 7:30, zaterdagavond. Hier kun je de camper verschonen, legen. Water vullen zo dus in. Zo te zien leggen ze hier ook de sanitaire stap. Ik weet het niet. Dat is water in ieder geval. Ik geloof wel dat die s'avonds hier gesloten is. In verband met de jeugd. Nou, zo zie je de twee molens. In één keer. En hier is camperplekje. 10 plekjes, meer zijn er ook niet. Meer kun je ook niet kwijt. Grote plekken. Wel ruimte. Naar de andere plekken. Ik geloof wel dat wij een van de mooiste plekken hebben aan het water. Het uitzicht. Over de twee molens. En die keer ga je de binnenstad in. Nou, er is wel meer een filmpje over Dokkum. Dus dit was een kort stukje. De Soekerie in Damwoude. Oude huisjes. Een soort museum. Schitterend om een keer te zien. Ze was een ratte. Was een rat in de keuken.
dames in de bed steken. Ja. En een beetje onder de bijen. Ja. Hoe zijn eigenlijk die kinderen? Ja, dat is helemaal anders. Ik wil op het leuke zitten. Ja, dat is een wc. Dat is een wc. Ja, dat is wel leuk. Ik wil mee. Kom, zie je wel mee. En de wc van vroeger. Boven de vaart. Klein, maar mooi huis. Dan was dit de grote. Binnenin kunnen we niet filmen, het is te druk. Allemaal mensen. Ik kom direct weer aan.